naar deze nieuwe weekvlog. Dus vandaag dinsdag. Keer die komt zo meteen hier naartoe, want we hebben allebei vandaag niks te doen. Dus we dachten, kunnen we gewoon beter samen hier lekker thuis chillen. Misschien kunnen we eventjes ergens een broodje eten. Of weet ik veel wat, misschien kunnen we eventjes iets gaan doen. Het is in ieder geval droog buiten, dus dat is echt heel erg chill. Ja, dit is ook gelijk eventjes voor de komende maand de laatste weekvlog. Want in de maand december ga ik vlogmas doen. Ik heb het echt nooit gedaan, maar het lijkt me super leuk. Voor de mensen die niet weten wat vlogmas is. Vlogmas is dat je dus heel de maand december, totdat het kerst is, dagelijks gaat vloggen. Dus ja, dat ga ik dus proberen. Ik hoop dat ik het ga volhouden. Gelukkig zijn er genoeg leuke dingen in december die ik ga doen, die ik aan jullie kan laten zien. Dus voor nu eventjes de laatste weekvlog. Maar hierna komen er wel iedere dag dagvlogs vanaf 1 december. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Althans, ik denk dat dat heel erg leuk gaat zijn. Dus ja, ik ga eventjes wachten tot Keer er is. Dit is wat ik vandaag aan heb. Deze trui is van Worst Behavior met deze broek van Levi's en mijn triple S Balenciaga's eronder. Ja, ik ben eventjes mijn weekvlog aan het uploaden, want die moet natuurlijk vanmiddag online. En dan gaan we het wel zien wat ik vandaag ga doen. Ik wil je daar hebben. Ga even eet. We hebben lekker boosietje gehaald. Lekker, lekker. Lekker broodje. En ga lekker Hofstad kijken. Het is vandaag woensdag en ik ga vandaag echt helemaal niks doen. Vandaar dat ik ook lekker mijn trainingspak heb aangetrokken. Ik zou eigenlijk vandaag gezegd met Jane gaan lunchen. Alleen Jane is dus zwanger. Echt super leuk. Ik dacht dan, ik moet even kijken hoe het met haar gaat. En het was nog voor de verjaardag, zou ik ermee lunchen nemen. Alleen ze appte net dat ze zich echt niet lekker voelt. Dus ja, dat gaan we verplaatsen naar een andere keer. Waardoor daar heb ik vandaag eigenlijk niet echt heel veel te doen. Ik moet wel eventjes een mailtje in het Engels schrijven voor Fiore. Dus dat gaat waarschijnlijk echt de hele dag duren, want mijn Engels is echt bagger. Ik heb wel laatst van Zoe echt een hele goede vertaalsite doorgekregen. Linkui of zoiets heet het. Echt een hele chille site, want hij vertaalt het gewoon echt perfect. Dus ik denk dat ik het gewoon daar lekker mee ga doen. Ik heb net eventjes wat pakketjes op de post gedaan. Niks bijzonders helaas vandaag om aan je te laten zien. Ik heb ook lekker geen make-up op. Ik ga vanavond eindelijk mijn haar wassen, dat is echt nodig. Lekker feun, daar heb ik ook zin in. Dus ja. Het is vandaag donderdag. En ik heb vandaag nog geen reet gefilmd, maar ik heb vandaag ook nog geen reet gedaan. Dus vandaar. Ja, het is vandaag echt een hele saaie dag. Ik heb met Dagmar hebben we, wat hebben we nou gekeken? Nee? Hoe heet die serie nou? Oh ja, Gooi zijn moeders hebben we net gekeken. Echt heel erg leuk. En vanavond ga ik sporten met Keer. En verder eigenlijk, ja, zoals ik zei, gewoon niks. Maar er is wel een heel erg leuk stronger pakketje binnengekomen. Dus ik dacht dat is misschien wel even leuk om aan jullie te laten zien. Ik ga beginnen met dit setje. Die is al uit de verpakking. Die is voor Dagmar. Dat is dit setje van Monica Geuze collectie volgens mij. Volgens mij heet dit het Sarah Lissy pakje. Ik weet het niet. Maar in ieder geval het welbekende Monica Geuze pakje met panterprint. Echt heel erg leuk vind ik deze. Mooie kleurtjes ook. Hij is niet zo extreem of zo. Ik vind hem wel heel erg leuk. En daarbij een bijpassende legging. Dus deze. Gewoon weer echt dat stronger model met die twee streepjes. Alleen dan met een printje erbij. Dus dat is die. Dan het sportpakje van Dagmar. Die vind ik ook echt zo leuk. Is wel grappig om een keertje te zien wat dan iemand anders zou kiezen. Want ik ga eigenlijk altijd echt wat meer voor de basic pakjes. En dit is natuurlijk niet basic, maar wel ook echt super leuk. Hij is wel net iets wat aan de grote kant. Dit is ook wel een ander stofje of zo. Die andere zit wel wat strakker, maar ook deze is wel echt heel erg mooi. Ik denk dat ze hier heel veel plezier van gaat hebben als ze hierin gaat sporten. Dus dat is deze. Ik zelf deze volgens mij. Dit is een shirtje. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n stronger sportshirtje gehad. Dus ik dacht, ik probeer het eens uit. Want Keer heeft deze volgens mij ook, maar dan in beetje een groen kleurtje. Dus ik heb hem in het zwart genomen. Met daarbij ook een zwarte legging. Want die legging is echt een lievelingssportlegging van Stronger. Ik heb denk ik echt wel iets van 5 kleuren ervan. Maar nog geen zwart. Dus ik dacht, ik kies hem nu dan ook in het zwart uit. En dat is deze. En dan staat hier op de band staat dan Stronger. En dit is zo'n ribstofje. En echt, als je zou vragen welk setje van Stronger zou je aanraden, is echt sowieso deze. Want ik vind deze echt heel chill zitten. Een broek heb ik in een XS. En het topje heb ik in zo'n combinatiemaat. XSS. En daar heb ik dan ook nog, als het goed is, Sport BH bij. Voor als ik bijvoorbeeld geen lange mouw wil. Dat is deze. Ik denk dat ik deze vanavond wel gelijk ga aan met sport. Dan kan ik het ook aan jullie laten zien. En deze heb ik in een XS. Oh,
Normaal neem ik deze in een S, maar ik heb hem nu in een XS, dus ik hoop dat die past. Dus dat is die. Dan het zwarte pakje met de lange mouwen. Zoals ik zei, heb ik dit dus nog nooit gehad, maar Keir heeft zoiets. Of nou, die heeft gewoon dit pakje, maar dan een ander kleurtje. En bij haar vind ik dat altijd super leuk staan. En ook wel lekker voor in de winter, want het kan in de winter gewoon soms best wel nog wel een beetje koud zijn in de sportschool. Dus ja, maar deze vind ik ook super blij. Zoals ik zei, dit is echt mijn lieveling. Ja, je ziet het nu niet zo goed, omdat het zwart is natuurlijk. Maar echt, als iemand aan mij zou vragen welk sportsetje van Stronger zou je aanraden, zou ik sowieso deze zeggen. Of gewoon sportsetje in het überhaupt. Ik vind het echt het chillste setje dat ik heb. En nu dus ook in het zwart. Echt heel erg blij mee. Ik ga nu nog eventjes dat hemdje passen. En dan het zwarte topje erbij. Dit is gewoon echt mijn favoriete set. Dit topje en dan deze broek. En echt letterlijk in iedere kleur. Echt super fijn setje. Ik zei wel natuurlijk dat ik normaal een S heb van deze top. En dit is een XS. Ik denk dat je het ook wel ziet. Hij zit hier ietsje strakker. Maar het is op zich niet heel erg storend. En misschien als je hem draagt met sporten dat hij ook weer wat losser gaat zitten. Dat kan natuurlijk. Al moet ik wel zeggen dat de kwaliteit van deze setjes echt super mooi blijft. En gewoon strak blijft zitten. Het gaat niet lubberen dus. Ja. Dan heb ik nog een sportlegging in het donkergroen. Deze. Zo'n soort eentje had ik nog niet. Dus hier ben ik heel erg benieuwd naar. Hier zit op de band zit ook weer heel vaak Stronger, Stronger, Stronger. En dan weer twee van die banden op de benen. En verder is het gewoon een beetje een kaki kleurtje. Deze heb ik in een maatje S. Oh, hier zit de sport BH erbij. En dat is deze sport BH die erbij hoort. Ook weer die mooie kaki kleur. En dan weer die twee strepen hier. En daaronder heb ik Stronger. Ik vind vooral deze rug heel erg mooi met dat gat erin. Dat is die. En die heb ik ook in een maatje S. Dit is het groene sportsetje. En zoals ik al zei, heb ik dit setje nog nooit gehad in een ander kleurtje of zo. Dus deze is ook voor mij helemaal nieuw. Maar ik vind die sport-BH wel echt super mooi zitten. Ook bij je rug zo. Met dat gat vind ik wel altijd heel erg mooi eruit zien. En die sportlegging die zit ook gewoon echt heel erg lekker. Ik vind het wel mooi dat hij dan hier die band heeft met Stronger. En dan hier diezelfde band. Zodat je echt ja, gewoon goed ziet dat het bij elkaar hoort. Dan heb ik hier een sport-BH nog. Want soms als je gewoon een shirt met mouwen aandoet, zeg maar, is het wel chill om er wel een sport-BH onder te hebben in plaats van een normale BH. Dus ik dacht, ik kies nog een sport-BH uit. Dat is deze. Met een kruis op de rug en staat er op die band ook weer heel erg vaak Stronger, Stronger, Stronger. Deze heb ik ook in een maatje S. Helemaal buiten adem krijg ik het van dat omkleden. Maar dit is de zwarte sport-BH. Deze zit ook echt best wel stevig. Ik heb hier verder geen BH onderaan. Ik doe eigenlijk nooit onder de stopjes van Stronger een BH of zo. Ik doe het altijd gewoon lekker los in het zakje. Ja, ik weet niet of je het goed kan zien, de achterkant. Ik ben er echt niet goed in, maar ik hoop, oh zo misschien. Ik hoop dat je de achterkant nu een beetje goed kan zien. Ik denk het wel. Ja, zo zie je hem wel goed. Mooi kruis op de rug. Dat vind ik altijd wel extra sexy maken of zo. En een mooie V-hals vind ik ook altijd wel mooi. Dus dat is de zwarte top. En dan heb ik hier nog een setje. Die is als het goed is verdacht, maar ook. Dat is ook vaak. Volgens mij is het haar. En dat is ook weer in dat hele chille setje. Deze heb ik zelf ook. Even kijken. En dat is deze. Echt een heel mooi kleurtje is dit. Een beetje taupebruinachtig of zo. En daar zit dan ook weer een sporttopje bij. En dat is deze. Weer precies diezelfde kleur. Ik vind het denk ik wel echt een van de mooiste kleuren. Samen met dat donkergrijs vind ik echt heel erg mooi bij dit sportsetje. Dus dat zijn de items die ik weer van Stronger heb gekregen. Ik zou eventjes tussendoor wat aan willen plaatsen. Dat hebben jullie als het goed is dan al kunnen zien nu. En ze hebben weer korting bij Stronger. De kortingscode zal ik in de beschrijving zetten. Net zoals alle linkjes van alle items. Dan kan je het makkelijk vinden. En ik heb eigenlijk van alle broeken altijd een XS en van alle topjes een S. Maar van de broeken, ja, deze broeken sowieso een XS, want die rekken best wel mee. Alleen deze broeken kunnen nog best wel strak zitten. Dus van deze neem ik dan soms een maatje groter, een S. Dus dat, maar qua topjes eigenlijk altijd een S en dat zit eigenlijk altijd wel prima. Het is vandaag vrijdag, Black Friday. 26 november, toch? Wacht. Ja, 26. En ik ben vandaag, zo is heel overbelicht. Ik ben vanmorgen meegegaan met Roy en Jasmijn naar kantoor om even foto's te maken. En gewoon gezellig even hier te zijn. Dus Roy gaat me nu helpen. Oh, dit is trouwens ook wel mooi. Ja? Dit is leuker zo.
Oké, dan doen we het hier. Ik moet van Stronger eventjes wat stories maken. Binnenkort te zien op Insta. Nou, lekker lunchje met de maai dan. Heerlijk. Heerlijke dingetje. Met leuke bordjes. Ja. Echt, hè? Hey. Ik ben weer thuis en die meiden zijn er. Zoe en Keir. En natuurlijk Dagma. En we hebben lekker sushi besteld. We gaan de sushi eten. Met een rozeetje. Oh, dit is echt mijn lievelingsliter. Ja, geef die maar aan mij. Het is vandaag zaterdag en ik heb me helemaal klaargemaakt. Want Miel en ik gaan naar Rotterdam toe, want je hebt een soort van eventachtig. Een soort, ja, het heet Sneakerness. En daar moest je dus kaartjes verkopen om naartoe te gaan. En daar heb je gewoon allemaal Jordans en Dunks en Yeezys. En gewoon allemaal soorten schoenen die je normaal bijvoorbeeld op Reebok en zo kan kopen. Die kan je dus daar ook kopen. En ze hebben er gewoon superveel. Dus daar gaan we gezellig naartoe vandaag. En misschien dat we dan daarna nog eventjes Rotterdam in gaan. Althans, misschien, ik weet niet. Maar het lijkt me wel gezellig. Dus ik heb hem helemaal klaargemaakt. En we gaan waarschijnlijk met een, of met de trein, of met een huurauto. Kan je dus huren hier. Dus we gaan nog even kijken. Maar dit is wat ik aan heb. Ik heb een muts opgedaan, want het regent dus buiten. Dus ik wilde eigenlijk een capuchon, maar ik kan geen leuke jas vinden met capuchon. Dan heb ik deze jas aan van Naked. Mijn groene tas, zwarte broek en mijn Jordans. Dus wij gaan naar Rotterdam. Oké, we zitten nu in een huurauto. Het heet Six. En dan kan je dus gewoon net zoals de Felix of de Check. Ik weet niet in welke zin je dat allemaal hebt. Maar hier in Den Haag en Amsterdam heb je dat ook. Dan kan je dus een scooter bijvoorbeeld huren of een fiets huren. Maar je kan nu dus ook een auto huren. We zitten nu in de auto. We gaan nu met de auto naar Rotterdam. Dus we zijn weer terug van dat Sneakernest. Ja, het was wel leuk. Maar ik denk dat je online de dingen goedkoper kan vinden als je wat wilde kopen. Maar we zijn natuurlijk wel eventjes langs een Mac gereden. Dat kon niet missen natuurlijk. We gaan nu naar Den Haag weer rijden en gaan we eventjes daar naar de stad. Even Black Friday kopen. Welke lijn heb ik deze? Yes. Het is vandaag zondag en het is alweer zondagmiddag. We hebben echt tot 12 uur vandaag in bed gelegen, Mio en ik. Echt niet normaal, maar ik heb eventjes aangekleed. Mijn haar heb ik niet echt gedaan, maar het zat ook niet echt meer. Maar ik ga nu naar Milan toe. Hij was naar huis gegaan. En dan haal ik hem op en dan gaan we naar mijn moeder toe, want daar gaan we vanavond eten. Sam, mijn broertje en Shannon's vriendinnetje zijn er ook. En mijn opa en oma komen ook. Gaan we lekker Chinees bestellen, dus daar heb ik echt super veel zin in. Ja, morgen begint natuurlijk Vlogmas. En ik weet, ik ben opeens zo zenuwachtig dat ik, of nou niet zenuwachtig, maar gewoon bang dat ik niet veel beeldmateriaal heb ofzo. Maar ja, aan de andere kant, er komen ook wel weer echt super leuke dingen aan de maand december. Dus ik ga het gewoon doen, dat sowieso wel. Maar ik kreeg opeens helemaal stress dat ik dacht, oh my god, ik moet wel echt iedere dag wat leuks gaan doen. Want ik moet wel iedere dag kunnen filmen natuurlijk. Mijn kamer is echt een troep. Zoals je kunt zien misschien. Dus dat ga ik morgen allemaal opruimen. Daar heb ik nu geen tijd voor en geen zin in. Dus ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik naar Mew toe. Ik heb echt een hele simpele outfit aan vandaag. Ik zal het wel laten zien, maar het is niet heel boeiend. Het is namelijk gewoon deze trui van Lovies. En een zwarte spijkerflare broek met mijn nieuwe sokken. En dan doe ik denk ik gewoon Jordans erbij aan. Deze en dan een lange jas. En dan mijn Balenciaga tas erbij. Dat vind ik denk ik wel leuk. Dus ik ga vanavond deze weekvlog ook al gelijk bewerken. Want ja, Vlogmas is zeg maar, ik ga dan doen dat ik op maandag film. En dat komt dan op woensdag online. Dus het loopt anderhalve dag achter. Dus wat ik morgen film, moet ik morgen ook gelijk bewerken. Anders ga ik het gewoon niet redden met uploaden en zo. Dus vandaag wil ik eigenlijk al de weekvlog afbewerken. Maar dat moet wel goed komen vanavond. Ook gisteren allemaal dingen met Black Friday lopen bestellen. Ik had dus nog helemaal niet echt iets besteld met Black Friday. Maar ik kon het gewoon niet laten om weer geld uit te geven. Dus in de vlog zullen jullie ook een soort van Black Friday shopblog gaan zien. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Maar goed, ik ga nu echt mijn spullen pakken en echt rijden.